Ja, het is juni en in de Random Facts About Me heb ik dat wel eens verteld. Goedemorgen, het is donderdag en we zijn eigenlijk wel 10 minuten voordat we weg moeten klaar. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Mami. En ik moet, heb je heel even schat? Oh, zij heeft nieuwe ponies gekregen. Dus die is helemaal gelukkig. Ja, en ik moet even een formulier zoeken. Ik moet vanmiddag mijn rijbewijs en voor Sarah de paspoort gaan verlengen. En daar heb je tegenwoordig natuurlijk van die toestemmingsformulieren voor nodig. En die had ik vorige keer daar al meegenomen. Oh ja. Dus ik heb het formulier nu en dan, anders krijg ik het paspoort niet mee. Of dan moet Marco erbij zijn. En zo kan ik hem gewoon halen. Wat heb ik vandaag aan? Deze top van Benetton. Spijkerbroek van Fifth House en weer die sneaker badges. Vind ze echt heel leuk, maar ik ben het ook wel zat dat ik gewoon elke dag die aan moet nu. Oh, en Sarah heeft een jurkje van H&M. Maillot van de Zara en de Nike's. Ben ik zo bezig vanochtend met dat ik het formulier nodig heb, vergeet ik bijna dat ik ook Sarah de paspoort moet pakken. Dus dat even doen en dan ga ik er ophalen en dan gaan we naar het gemeentehuis. Ik weet niet wat ik allemaal voor Sarah nodig heb, maar ik heb dus het toestemmingsformulier, ons trouwboekje en alle drie de paspoorten bij ons. Dus dan zou het moeten lukken. Hoi. Als ik hem zo hou, dan ben je volgens deze 117. En dan mag je zo je naam schrijven. Jij kan al je naam schrijven, heb ik gehoord van je mama. Wil je dat doen voor mij? Hier in het pakje. Niet tegen de lijntjes. Ik geef u het paspoort terug, maar die moet u wel weer meenemen als u. Anders heb ik geen legitimatiebewijs van hem. Net in het hokje. Niet tegen de lijntjes aankomen. Oh, mag ik het niet zien? Heerlijk. Goed gedaan. Paspoort en rijbewijs zijn aangevraagd en we zijn nu thuis en nu even snel lunch maken en opa komt zo gezellig op visite. Heb je dat toch weer voor een mooie spiegel? Hallo mijn kleine prinses. Sta nou toch. Je moet liggen, hoe slaat het? Oh, dat is een praatspiegel. Vertel me een verhaal. Ik kan niet wachten om uit te vinden wat voor prinses jij bent. Nee, is voor jou, opa. Ja? Ja? Oké. Okay. Nodig jij vaak je vrienden thuis uit? Nee. Goed. Vind je het leuk om naar de bliksem te kijken? Ja. Oh nee, dat vind ik echt niet. Houd jij van dingen die licht geven in het donker? Ja. Ja, ik ook. Bijvoorbeeld een glinsterde. Kun je één van de kleuren van de regenboog noemen? Het is gewoon een. Rood. Nee, het is een ja of nee vraag. Zeg gewoon ja. Goed. Hou je ervan om kleurige kleding te dragen? Nee. Hallo, kijk. Het is nog niet kleurig. Vind jij het soms leuk om in plassen te springen? Nee. Ik zie je al springen. Okay. Nee. Goed. Ik denk dat spiegel daar niet meer weet. Zou je het leuk vinden om te leren skiën als een echte kampioen? Ja. Ik zie jou al skiën. Ik kan niet. Vind je het leuk om mooie boeketten te maken? Nee. Oké. Okay. Ik weet zeker dat je het leuk
Nee. Dat vind ik er wel leuk. Ik weet het, maar natuurlijk, het is zo duidelijk. Lieverd, jij bent de lichtprinses. Jij hebt een uitzonderlijk talent. Zing een magisch liedje en een donderstorm rolt door de lucht. Met een lichtgevende kroon glimmend in de duisternis, zie je eruit als een engel. Nou, opa, je ziet eruit als een engel dan. Nou, opa gaat naar hun huis. Zet hem maar uit. Opa is naar huis en ik ga koken. Ik ga vandaag mie maken met broccoli, bosui, gewone ui. Gaat die mie eten? Dat is, ja, jij noemt het bami broccoli, maar het is eigenlijk gewoon mie met broccoli. Ik zal dadelijk laten zien hoe het eruit ziet. In deze pan heb ik dus nu kipfilet, broccoli, bosui, gewone ui, knoflook en ketchup. Bon appetit! Te grappig, Sarah, die is in sfeer. Hij brengt Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint-Nicolaas. Ik zie het altijd. Hoe het pot zijn vijf ik op en neer. Hoe wij de wimpels al heen en alweer. Ja, het is juni en in de Random Facts About Me heb ik dat bij verteld. Sarah en ik zingen dus altijd Sinterklaasliedjes. Oh, kom maar eens kijken wat ik in mijn schoentje vind. Ik wil nog even de vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet je natuurlijk niet te abonneren en natuurlijk een duimpje achter te laten. En zie ik je morgen. Doei!